God, waar bent u nou? Hoort u mij dan niet? Ken jij dat gevoel dat je er helemaal niks meer van begrijpt? Van God niet, van de wereld niet. Het lijkt alsof het allemaal steeds erger wordt. Politiegeweld in Amerika, racisme, milieurampen, oorlogen, jodenhaat, christenvervolging. En dan heb je nog al die verborgen pijn. Er zijn heel veel jongeren die worstelen met eenzaamheid, met depressie, met verslaving. En dan ook met die ene vraag: waar is God? De Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl kende ook die vragen. Hij kwam in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp terecht. Waarom? Hij was Joods. En hij maakte daar de meest gruwelijke dingen mee. Op een nacht schrok hij wakker en hij zag dat een vriend van hem een nachtmerrie had. Word wakker, wilde hij schreeuwen. Het is maar een droom. Maar op dat moment dacht hij, ik moet het niet doen. Want deze droom is veel minder erg dan de nachtmerrie waarin hij wakker wordt. Viktor Frankl overleefde in het kamp. Hoe? Hij ontdekte een geheim. Hij besefte, het lijden van deze wereld kan ik niet stoppen. Maar ik heb wel een keuze hoe ik erop reageer. Ik kan eindeloos blijven vragen waarom deze dingen gebeuren. Maar het leven stelt ook mij een vraag. Hoe kan jij iets van licht, liefde en warmte brengen op deze verschrikkelijke plek? God, waar bent u? Laat u ons dan stikken. Dat zijn hele goede vragen. Maar God heeft ook een vraag voor jou. Adam, waar ben jij?